Goedemiddag allemaal. Nou, daar ben ik weer. Het is nu 2:15. En ik ga zo meteen lekker met mijn meisje even weer canicrossen. Ja. En ik probeer jullie een beetje mee te nemen. Ja, ze wou het ook even zeggen. Hé, meid. Wou je het ook even mee vertellen? Ja, hè? Ja, dacht ik al. Dus, ik ga jullie gewoon lekker gezellig meenemen in het canicrossen, hoop ik. Ja, precies. En... die heeft ook gewoon wat te vertellen nu, ja. Nee, ik zou zeggen, geniet ervan en doe een blauw duimpje omhoog en abonneer even op mijn kanaal. Ga mee. Ja. Ja. Kom maar, ga mee. Ja, even plasje doen. Kom maar. Dan moet je weer even snuffelen. Ga mee even hier in de winterslaas. Kom maar, ga mee. Kom maar naar huis, Matten. Ja. Goed zo, kom maar. Ja. Kom maar. Ja. Het regent hier. Ja. Precies weer, hè. Kom maar. Even hier omheen. Kom maar. Ja! Ja! Deze kant op, goed zo. Ja! Kom maar. Ga mee naar huis. Ja, hè? Kom maar. Lekker, hè? Ja! Goed zo. Ja, we zijn goed bezig. Sportief, hè? Ja, hè? Ja, even water drinken. Kom maar, ga maar water drinken dan. Ga maar water drinken. Ja, goed zo. Nou, dan ben ik weer helemaal nat en alles. Nou ja, nat. Alleen nog mijn haar. Ik heb even lekker omgekleed. Lekker warme kleding aan. Dus bijna 3 kilometer alweer. Ja, 3 kilometer. Dus dat gaat de goede kant op. Ik heb in totaal 2,85 kilometer gecanicrossed. Ja, 2,85 kilometer. Dus ja, dat gaat de goede kant op, moet ik zeggen. Ja, ik mag niet klagen. Dus ik zou zeggen, vergeet die blauwe duim niet voor mij. Nee. En abonneer even op ons kanaal. En doe vooral even een belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. En ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer.